Jongetjes. Hoi! Welkom bij een nieuwe video. Wij zitten vandaag op een vliegtuig. Ik zit op een vliegtuig op de wc, maar het ging helemaal fout. Vanaf het moment dat ik naar de wc ging. Jullie zien zo meteen waarom. Hallo! Welkom bij weer een nieuwe video, jongens. Vandaag spelen we weer. Ik weet niet wat mijn editor telkens van maakt. Map van een kijker. En ik ben niet alleen. Hallo! Vandaag spelen we weer de map van Doofoot. Oh, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Van Doofoot en van Fastpo. En we zitten op een vliegtuig, Robin. En ik heb het gevoel dat het niet goed gaat met het vliegtuig. Ik voelde net al heel veel turbulentie en zo. Nou, ik niet. Oh, nou, dat was misschien het schijten van jou op het toilet net. Maar ik weet het niet. Ja, lekker. In ieder geval, jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer, doei! Voordat deze video begint, moet je allemaal even abonneren. Vergeet niet te liken, we gaan voor 4000 likes. Halen we niet de 4000 likes, dan kom ik je opzoeken. Vergeet vooral niet te abonneren. Maar goed, Robin, laten we even het vliegtuig een beetje onderzoeken. Ik heb de moet tips niet namelijk... Moet je niet eens de bordjes lezen? Dat heb ik al gedaan, dat is niet zo interessant, joh. Dus zoals onze trouwe fans al weten, is dit onze derde map. Deze keer houden we ook voor iets anders gaan. Pak graag het uitlegboekje beneden, die heb ik al gelezen. Staat voor jullie niet zoveel interessants in. Het is onze privéjet, blijkt dit te zijn. Hij is helemaal van ons twee. Dus laten we eerst even kijken wat we allemaal kunnen vinden hier. Ik zie hier gewoon een leuk badkamertje. Gaan we naar de Filipijnen? We gaan naar de Filipijnen, ja. Kijk, dit zijn de Filipijnen. Hier gaan we heen. Ik zie het. Mooi. Kom, laten we even verder kijken. Ja, daar ga ik niet naar binnen. Daar heb jij natuurlijk gepoept en zo. Dus dat gaan we niet doen. Wat is dit? Dus de controlekamer hier beneden. Of hiervoor. Wauw. Ja. Ik kan vliegen. Echt? Wist je dat? Ja, let op, hè. 1, 2. Ja. Mooi. Ik zei het toch? Zijn jullie oké? Okay? Ik zie jullie niet door de rook. Loop richting mij. Robin, we zijn gecrashed. Ik zei het toch, ik voelde turbulentie. Ik zei en ik dacht dat ik kon vliegen. Maar is dit Jort? Niet zo. Weet ik niet. Is dit Jort? Hey, alles oké. Okay. Jullie zijn neergestort met een vliegtuig. Ik ben Jort, 64 jaar, dacht ik. En jaren geleden met mijn familie hier ook gestrand. Jort, ben je al zo oud? Dit is sinds onze bootcrash ons thuis geworden. Helaas zijn jullie nu in hetzelfde gevaar als ons. Binnenkort gaat deze vulkaan uitbarsten. Vulkaan. We kunnen niets doen, maar jullie wel. Zo niet, dan helaas pindakaas. Neem in ieder geval een kijkje rond. Oké, dankjewel Jort. Mensen, het verhaal dat wij nu van Doofoot en Fastpo krijgen... is dat wij in een vliegtuig onderweg naar de Filipijnen zaten. We zijn gecrashed op het eiland van Jort en die Mandaro. Die hebben hier ooit een keer een bootcrash gehad, een schipsbreuk. En die leeft hier al 64 jaar. Zoals gewoonlijk bij de map van de kijker mogen jullie aan het einde van de video... een reactie achterlaten met daarin het cijfer dat jullie deze map geven. Jort, ik hoop dat je map mooi is, anders geef ik je laag cijfer. Oké, Robin, laten we even naar deze man gaan hier. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Hallo. Evelien. Wie zijn jullie? Wij zijn Max en Robin. Ja, wij waren de eigenaren van het vliegtuig. Als je iets lekkers drinken wil, kan je altijd bij mij terug. Is goed, Evelien. Bij mij kan je ook een speciaal drankje krijgen. Ruil voor 3 golden nuggets. In ieder geval, ik moet weer eens even verder. Ik zie jullie wel weer. Neem ook even een kijkje bij Jore, de tovenaar in de bergen. Er gaat iets niet goed met hem. We zijn nieuw. Dat is toch wel niet ons probleem? Dat zoek je zelf maar uit. Ik ga de cold nuggets zoeken. Ja, echt, hè? Alsof we gelijk van avonturiers zijn die hier komen en alles voor hun willen doen. Goedemorgen, hè. Wat denken jullie zelf? Kijk er tegenover. Hallo. Ik denk dat we eens naar hem toe moeten, hè? Ik denk het bij ook. Bij hem kunnen we misschien cold nuggets regelen, want dat ziet er als een miner. Cold nuggets. Hey, Mark. Hallo, ik ben hier de miner. Zijn jullie naar iets op zoek? Hebben jullie een lantaarn voor mij? Ik heb er één nodig en ik wil er 3 iron nuggets van betalen. Er staat een lantaarn naast je. Verder kunnen jullie ook nog een oude pickaxe van me kopen. Omdat hij toch al oud is, hoeven jullie daarvoor maar 2 stokken te betalen. Oké, dus 2 stokken hebben we nodig. Hier zijn ook gold nuggets. Zie je? Hier. Kunnen we die niet gewoon pakken? Oké, maar we moeten dus 2 stokken krijgen. Want via hem kunnen we de gold nuggets regelen. Dus we moeten eerst 2 stokken krijgen om te minen. En we hebben een lantern nodig. Ja, wie hebben we hier? Wie is dit? Harold. Hallo nieuweling. Ja, stokken. Edelstenen kunnen we bij jou kopen. Ja, maar dat hebben we niet nodig. Hij is een schelp die niet... Jezus, we moeten voor iedereen wat zoeken. Kunnen jullie zelf niks of zo? Als je mij een mooie schelp geeft, krijg je een edelsteen van mij. Ik ga op zoek naar je schelp en naar de stokken. En naar een lantaarn. En naar gold nuggets. Shaman. Hey, een hangmat. We allemaal zoeken. Waar? Oh, daar. Wow, wat cool gedaan. Zullen we Shaman Wie staat daar nou weer op die... Shaman hangmat. Nee! Hoezo niet? Dat wil ik niet. Ik wil in de hangmat met jou. Hallo Thijs, hallo vreemdelingen. Jullie zitten nu in hetzelfde schuitje als wij. Wij zijn hier een tijdje geleden met de boot gestrand. Er zaten waardevolle spullen in, maar jaren verstrijken en we zijn te oud geworden om de spullen eruit te halen. Als je die spullen weet te vinden, mag je ze zelf houden. Echt?
Oh, dat is best leuk. Hoe dan ook, je krijgt van mij een schep als je mij een speciaal drankje en 4 Iron Nuggets betaalt. Heb je verder nog spullen nodig? Jemig, kun je altijd kijken of we het hebben in mijn rommelkelder. Oh ja, af en toe spoelen er dingen achter mijn huis op het strand aan. Je moet maar eens kijken. Ik kijk wel eerst in de rommelkelder of ik daar iets kan vinden. Een stok. Nog een stok. We hebben sticks. We hebben de eerste opdracht gevonden. De eerste nog taak 3 stokken. Oké, wacht. Zullen we deze stokken brengen naar de mine? Hoeveel stokken heb jij? 7. En we hadden niet zoveel nodig, toch? Ik heb er 4. Oké, laten we eerst deze even naar de mine brengen. Of gaan we op het strand even kijken of er dingen aangespoeld zijn. Nou, daar ligt hier wel een mooie schelp. En die hadden we nodig. Hè? Wie wilde de schelp ook weer? Wie wilde ook weer die schelp? Dat was die man verzamelaar. Hier. Die verzamelaar bij die Harold. Mooie tent. Laten we eerst de schelp aan hem geven en daarna voor de stokken gaan, oké? Nee, geef hallo, de Harold. Kijk eens. Hey. Oh, hij kan met je traden. Dan krijg je de mooie dinges krijg je van hem. Maar hoe moet ik traden met deze man? Oh, en een lantern. Die krijgen we met een zalmpje. Gewoon traden. Recht muisklik op hem. Oh ja, jij zat erin. Dus. Oké, ik haal die zalm ligt... Ja, ja. Die zag dat is ik goed. Ook daar liggen. Want die hebben we nodig natuurlijk, de zalm. Want van de zalm krijgen we een lantern. En de lantern moesten we ook brengen naar onze miner. Ja, een rauwe zalm. Wat een verhaal zeg. Ja, een rauwe zalm. Oké, dus het is wel een goede map tot nu toe. Als in, we moeten echt veel dingen doen. Weet je? We krijgen echt taken van ze. Die villetjes zijn te oud. Om het allemaal wat zelf nou te doen, dat is een beetje gauw die zalm al in. Oh, die zalm moet eerst hierheen inderdaad. Kom maar, ik heb een lantern. Dankjewel, Harold. Dan gaan we de lantern gaan we brengen naar deze man. Stokken, toch? Mark, was dat? Ik doe stokken. Stokken maar. Ja? Heb je een pickaxe? Ja. Oké, dan ga ik de nuggets. En de nuggets kunnen we dan ook weer gebruiken. Maar is er echt gold dat we kunnen hakken? Kan je met die pickaxe... Mag ik de pickaxe eens veel? Hij kan mossy, cobblestone en sandstone kan hij breken. Mossy, cobblestone en sandstone. Dat is het enige wat hij kan breken. Oké, ja. Maar laten we eerst even die nuggets brengen naar onze eerste villager hier. Want die hadden we... Die wilde nuggets hebben volgens mij. Oh, ja, golden nuggets waren toch? Dat. Ik heb er 2 van. Je hebt 2. Nou, we hebben er meer nodig. Hé, hey, daar is de shipwreck. Laten we even kijken of we daar iets uit kunnen halen. Want dat werd verteld. Alles wat we daar vinden, mochten we houden. Dat in de shipwreck. Mochten alles wat wij hier vonden, mochten wij gewoon voor onszelf houden. Dat is gewoon verteld. Ze waren te oud om het zelf te doen. Oké, ik ben heel goed in mijn adem inhouden. Dus ik begin. Ik ook. Hier is een klei. Daar hebben we niet zoveel aan, denk ik. Sowieso is er iets achter de waterval. Dat kan niet anders. Ja, 100%. Kijk. Wow, wat is dit? Wow. Oké, ik denk dat dit uiteindelijk een eind... Hé, hier is deze wal. Deze. Kan die erin droppen? Of zo? Of erop misschien? Ja. Ja. Oh, oké, deze items moeten we allemaal collecten. Dit is een sleutelgat. Wow, oh my days, wat lijp. Gast, dit is dus we moeten uiteindelijk alles collecten wat we hier zien. Een pufferfish, heart of the sea en een diamond. Dan gaat waarschijnlijk, dan hebben we een sleutel of zo. Of dan gaat de grote deur hier open, achter de waterval. Ah, maar we hebben nog niks gevonden in de shipwreck, hè? Nee. Misschien hebben we iets nodig waarmee we klei kunnen hakken. Een schep. Oh, we konden toch een schep krijgen? Van wie kreeg ik die ook alweer? We konden een schep kopen bij iemand. Dat is volgens mij bij Thijs. Ja, als we een speciaal drankje en 4 nuggets betalen. En hoeveel nuggets heb jij? Ik heb 4 iron nuggets. Maar we hebben alleen een speciale drankje dus nodig nog. Ja, dus dan hebben we nog 1 golden nugget nodig. Bij Thijs, hè? Nee, sowieso. We hebben nog 1 golden nugget nodig. Hoezo? Oh ja, oké. Ik heb er al 2. En bij wie kregen we ook weer het speciale drankje? Bij die Evelien. Oh, bij die Evelien krijgen we de Dragon's Breath, inderdaad. Oké, dus hebben we nog... 1 nugget nodig. Dan kunnen we weer verder. Oh, ik heb hem. Echt? Zat nog in de kist. Ah, we moeten ook zo meteen even boven kijken, hè, bij de tovenaar, wat we daar kunnen vinden. Ja, goeie. Waar moesten we die nuggets doen? Hier, oh, hier. Bij deze, Evelien. Oké, ja. Kijk, mag ik dan de dinges voor jou? Dan hebben we samen, dan werken we goed samen, weet je. Dat is een goed team. Zo, dan gingen we naar hem. Volgens mij? Of nee? Huh? Oh, de nugget. Huh? Bij wie? Dat was bij deze man volgens mij. Bij de man van de kelder. Sorry. Dat was bij inderdaad de man met de kelder inderdaad. Ja, hier kan het. Oké, Thijs. Ik heb hier de deal of de eeuw voor jou. En hiermee kunnen we hakken, Robin. Klei. Hiermee kunnen we klei hakken. Kijk eens. Het zo komen we ergens. Het is gewoon... We snappen het wel. Het is goed in elkaar gezet dit. Het is tot nu toe echt leuk. Ja, zeker weten. Deze map doet mij heel erg denken aan de allereerste map van de kijker die we ooit gespeeld hebben. Ik krijg heel erg die inderdaad. Vibe. Met die dingen waarmee je alleen andere speciale blokken kan hakken en zo. Oké, jongens, dat is hier. En dan kunnen we dit hakken. En daarmee krijgen we voor elkaar dat wij kunnen pakken... Oh, hier de trapdoor. Naar beneden. Kom je? Ha! Hey, yes. Zijn jullie al geabonneerd? Oh, man. Ja, zijn jullie al geabonneerd? Hey, hier kunnen we onderdoor. Goeie. Oh, ga jij maar eerst. Dat is een hele goeie. Ben je al geabonneerd, jongens? Laat even in de reacties weten of jij al geabonneerd bent. Is dit het gewoon? Is er niet meer? Nee. Alleen een paar hoofden van hun. Oh, maar deze. Het zijn ook echt trolls eigenlijk, hè, met z'n tweeën. Ja. Ze zijn echt aan het trollen. Ja, maar dat is die hebben ze waarschijnlijk ook echt om gelachen. Ja, 100% terecht ook, hoor. Hé, een kist. Hé, de diamond! En een extreem oude schatkaart. Pak jij die maar, de schatkaart. Oh, dat vind ik leuk. Dan doe ik de diamond brengen we eerst even naar de locatie toe, oké? Hier. De diamond gaat... Zullen we kijken of wat verandert aan het sleutelgat? Ja. Als ik de diamond erin doe. Oké, het sleutelgat ziet er nu zo uit. Dan drop ik de diamond.
Oeh, dat geluid. Nee, het verandert niet, maar het geluid is heel satisfying. Die klink. Oké, ik weet waar het is. Wat is de schatkaart? Jij weet al waar het is? Wacht, ik eerst even kijken. Prima. Ik volg jou gewoon. Ik heb de schatkaart gezien. Ik kwam in mijn tweede hand. Maar ik volg jou nog steeds. Jongens, willen jullie trouwens nou ook een map van de kijk maken en opsturen? Nee. Van wow, ik kan dit of veel beter. Of ik kan dit net zo goed. Nou, in ieder geval beter kan mij niet. Dat is echt een goede map. Stuur het dan nu op naar Per. Dat dit e-mailadres, want dan kan ik hem downloaden en dan kunnen we mogelijk gaan spelen. Heb je het al gevonden, Robin? Ik denk dat het hier is. Hier kan ik hakken. We kunnen dubbel checken. Oh, wat kan je hakken daar dan? Sandstone. Oh, daar is de sandstone. Ah. Ja, goeie. Daar zijn we. Oeh, wat zit erin? The Heart of the Sea. The Heart of the Sea. Zit er iets en anders in ook wat we iron mogen nodig hebben? Oh, maar dat mag ik allemaal niet meenemen, dit. Hmm. Wel. Ja, vast wel. Dit mocht ik... Ja, nee, want het die spanden. Maar dit okay. Niet. Oké. Dus dan... Is, missen we alleen nog? Wat missen we dan nog? Ja, dat was iets. We kunnen ook wel eerst even naar boven op zich. Zullen we eerst naar boven gaan voordat we het item erin stoppen? Ja. Oké, laten we eerst even kijken bij de tovenaar hier. Die tovenaar die bij de, boven in de berg woonde. In het kasteel. Oh, dit is hem. Huh? Wat is dit voor villager? Hallo. Wow. Wat is dit voor lijp villager? Oh, jullie zijn neergestort met het grote vliegtuig. Ja, gingen jullie daar bijna naar het hiernamaals. Ik ga misschien binnenkort door mijn vreselijke ziekte naar het hiernamaals. Oh, wat is je ziekte, Jorey? Het medicijn voor mijn ziekte is niet te maken doordat ik een essentieel ingrediënt mis. En oud en... te oud en te ziek ben om het te bemachtigen. Het gaat om de machtige vuursteen. Het probleem is dat hij zich alleen boven in de vulkaan bevindt. Geen van de bewoners is in staat het te halen, maar zouden jullie het voor me kunnen doen? Volgens de legendes is de poort achter de waterval de enige ingang naar de vulkaan, na de instorting van het pad. Oké. Als jullie de vuursteen voor mij willen regelen, tover ik jullie en de bewoners naar een veilige plek. Gooi de vuursteen op het oranje tapijt als jullie hem bemachtigd hebben. Dat is hier. Oké. Wat lijp. Oké, maar laten we eerst dan even de Heart of the Sea toch op de goede plek leggen. Oh ja, want hier kunnen we niet naar boven. Nee, maar laten we... Wacht, dan moeten we even bekijken. Want het was blijkbaar ingestort, het pad hier. Ja, dat dus we zie je niet toch? Meer doorheen. Ja, oké, maar... Ah, hier inderdaad, dit. Oh, we kunnen daar wel verder omhoog. Misschien is... Ah, nee, hier kunnen we niet verder. Het is ingestort. Nee, we kunnen inderdaad niet verder. We kunnen niet verder, jongens. We moeten dus wel de geheime deur openen. En wat hadden we daar nou nog meer voor nodig? Of was dit het al? Nee. Een diamond, Heart of the Sea, een... Die amethyst, crystal. Amethyst, crystal. Ja, en nog iets. Maar misschien wordt het wel duidelijk als we deze erin doen. Ja, oké. Misschien dat er dan wel wat gebeurt. Oh, een pufferfish inderdaad. Dat was het. Oké. Bloem. Dus nu missen we... Dat is... Nee, dat... Ja. De pufferfish is het enige wat nog mist. Maar die zit misschien gewoon in het water, zou je zeggen. Kunnen we niet een vishengel ergens regelen? Dat de bedoeling is. In een Hebben van die we kisten. Nog iets over het hoofd gezien? Ja, ik heb het gevoel dat er misschien een vishengel in die kist in die kelder ligt. Ja, precies. En dat we die dan kunnen pakken en dan gewoon een pufferfish op kunnen vissen. Ik ga in de kelder kijken. Ik heb het gevoel dat hier namelijk een vishengeltje ligt. Oké, dan ga ik even op het strand kijken. Ja, goeie. Kijk, want we hebben voor mijn gevoel nog niet alles gehad. Nee, volgens mij ook niet. Hey, dit voelt als iets. Ik loop een soort lager plekje in, waardoor ik kan bukken. Oh, hier zit een... Nee. Hey, daar zit er eentje verstopt. Oh, ja, de pufferfish. Echt? Ik dacht, ja, niet eens een hengel, maar gewoon een pufferfish zelf. Wow, die barrel zat heel goed verstopt. Ik moest echt helemaal shiften ergens onderdoor. Ik denk, nou oké, dacht ik dat ik de barrel zag. Ik denk, nee, dat is hem niet. En volgens zat er nog eentje iets verder. Oh, maar nee, de pufferfish is gevonden. Nice, oké. Nou, dus gaan we die droppen en dan gaat de grote mysterieuze deur gaat open onder de waterval. En daarmee kunnen we de vuursteen halen. En daarmee kunnen we, die moeten we brengen naar de tovenaar. En de tovenaar kan ons dan, omdat hij al te oud en te ziek is, kan hij ons redden en ons veilig plek brengen. Ben je er klaar voor? Ik wel. 1, 2, komt-ie. Wow. Wow. Is dit een portal of zo? Gaan we erin? Kom, we gaan. Oké, laat me in het water. Pas op bij je land. Oh my days. Wat een lijpe blokken dit. Huh? Die zijn al best wel oud, hè, die blokken. Bestaat dit al? Die bestaan al heel lang, ja. Oké, ik heb hier een sign. Degene die het beste is in parcours moet deze in. Oh jee. Moet ik hier dan maar in? Oh, wat is dit? Oh, Robin. Wat moeten we doen? Gebruik aan de overkant de bowpass. Waar staat dat? Hier. Ik heb aan de andere kant heb ik een... Oeh, maar ik heb maar één pijl. En daar zit een target. En die is bijna niet te raken vanaf hier. Oh, gebruik aan de andere kant pas de bow. Is er een onzichtbaar pad? Ja. Oh, er is een onzichtbaar pad. Ik snap hem. Gast, ik dacht dat we klaar waren toen we de deur openden. Maar er is gewoon nog veel meer. We lopen over een onzichtbaar pad lopen we naar de overkant. Nou, ik ben er. Dus dat scheelt. Kijk, hier moet ik de bow gebruiken. Ik kan hier niks. Ja, ik heb maar één pijl. Komt-ie. Oh, top. Ik heb hem. Oké, wat kan jij daar? Oké, blijf daar staan, oké? Oh, hier is weer een boog. Ding. Alleen, ding, ja. Ding ik heb ook een boog. Ik heb nu een boog gekregen. Oh, top. Wacht, ik kom eraan. Zo, ja. Schiet maar. Toenk. Gast, wat lijp. Hoe kom ik daar alleen op? Dit ben je god. Niet. Oh, mijn god. Ja, ik zit ook vast.
Als in, ik kom daar ook niet op. Daar is niet over nagedacht. Het is een magische wezen gelukt! Oeh, wat mooi! Oké, laten we nu rustig naar de overkant gaan. Ik kan daar dit in. Niet. Heb je het niet gehaald? Nee. Ben je dat nou? Oké, ik ga op de pressure plate staan. Ben je ready? Oh, dit is checkpoint 1 gehaald! Ah, wat lijp hoe dat ook omhoog ging. We moeten dus 4 games halen en dan komen we waarschijnlijk bij de Firestone terecht. Ik vind dit leuk. Oké, degene die het beste... Wie is het beste parcours van ons? Nou ja, ik viel net al. Oké, dan doe ik het al. Spannend! Hallo! Hallo! Wat is dit? Oh, ik kan weer een nieuwe portal. En gast, ik vind die portal zo cool. Het gaat zo ver door. Karom en ik ga de portal door. Hoppa. Ho, ho. Oké, ik ben op een parcoursplek met 2 parcours. Maar dat is lava, dus dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel leuk om te zien. Maar ik ga wel gewoon mijn best doen. Oh mijn god, Ik ben in een doolhof. Jij bent in een doolhof? Ja. Oké, ik ben in het parcours. Oh mijn god, dit is serieus. Waarom heb ik de parcourskant gekozen? Ik wist dat ik fout sprong, maar ik... Nee. Oh, er is niks aan de hand, joh, als ik doodga. Oké, ik ga... ik heb hier een grijs tapijtje met magische steen en een groen tapijtje met magische steen. Dus ik ga gewoon uit het hof in. Doe jij dat je ding eventjes? Kijk jij of jij die clues op kan lossen? Ik kijk of ik deze clues op kan lossen. Oh. Waarom heb ik nou niet de vredig de hof gekozen? Waarom heb ik nou Ja, ik ben blij. Het parcours. Even kijken. Oeh, dit is wel een hele Nee. Ik ben bij een soort van 3x3 deur met oranje wol. Heb jij daar iets met oranje wol of zo? Nou, ik ben nog bezig met het parcours. Oké, dan ga ik even verder zoeken. Maar ik ben wel heel ver. Oh nee, ik ben nog niet eens op de helft. Gast, wat is dit een groot parcours? Waarom doen ze me dit aan? Maar als ik momentum behoud, ik heb geen checkpoints. Nee, helaas. Ik moet alles in één keer halen. En dat is best wel eng, om eerlijk te zijn. Maar ik ben nu echt heel ver. Dus als ik nu faal... Oh mijn god, ik kreeg boos. Een ding tegen mijn hoofd. Een steen. Zeg maar, ik moet een sprong maken terwijl er een steen boven mijn hoofd hangt. Even kijken, dit plekje moet ik onthouden. Hoe ga ik dat doen? Moet ik achter de zijkant springen? Jongen, ik ben er bijna. Ik zie een rode wol. Is dat iets goeds? Met een button erop. Nee. Misschien moet ik dan ook wel op zoek naar rode wol. Wat een niet leuke sprongen. Oké, kan ik de knop... Oh mijn god, nee. Moet ik nou serieus nog een rondje? Ik moet nog een rondje. Terwijl ik hem al kan voelen. Ik kan hem bijna voelen, de knop. En dan moet ik nog één rondje lopen. Oh my days. Is het een leuk parcours? Nee, echt totaal niet. Maar het goede nieuws is... Ik heb hem gehaald. Oh my days, wat is dit chill. Moet ik hem vast inklikken of moet ik wachten? Ik wacht even tot jij een rode wol gevonden. Nou ja, inderdaad, wacht maar even, want ik heb het gevonden. Oh, echt? Serieus? Ja. Wat is het? Wat zie je? 4 rode blokjes wol. Oké, ik klik er Druk nu op. Druk op. Deed niet. Oh, er gaat een vlammetje aan. Er gaan vlammen aan hier. Woe! De poort ging open. Gast, en ik heb een magische steen. Wat voor steen heb je? Een groene magische steen. Gasten gingen vlammen hier aan, alsof er zeg maar fakkels woem, woem aangingen. Maar dan moet jij dus nu waarschijnlijk naar de andere kant de oranje wol gaan halen, of niet? Ik moet nu het oranje of het andere parcours doen. Die is net zo lang. Ik ben blij. Ik niet. Oh, maar het is inderdaad, ik heb nog maar eentje te doen. Is dat de oranje? De groene ga ik hier droppen. Ga jij maar vast weer op zoek naar die wol. Jij beweert dat het oranje is. Ja. Ik ga kijken of ik dat hierboven is. A few moments later. Oh, we hebben hem. Deze keer echt. Oranje wol. Echt? Hoppakee. En... Oeh, de poort ging weer open. Bij mij gingen de vlammetjes weer aan. Wacht hier. Oké, ik wacht hier. Magische steen. Ik heb een grijze en een groene magische steen bij mij nodig. Nee, I guess so. Oh, ik ben in het doolhof. Kom hierheen. Volg mijn stem. Stem. Oh ja. Ja, nu weet ik waar ik naartoe moet. Juist. En dan naar links. Dank je. Rechts. Nee, oh, terug. Hierheen. Oh, nee, daarin inderdaad. Goed zo. Doorlopen. Nee, niet terug. Dat was een leugen. Oh, hier. Ja. Goed zo, hey. Zo terug. En dan hierheen. En dan hierheen. En dan moet je hier moet je stenen doen. Magische stenen. Mag je heen? Waar ben je helemaal ingelopen, joh? Hier moet je magische stenen doen. Deze moet ik hier. Zo. Oké, en dan... Oh, nee. Zeg maar niet dat dit een tijdelijk parcours... Oh, dit is het... Nee, Robin. Dit is een tijdelijk parcours. Dit is zo kut. Oké, leer even welke is. Dan kan je het namelijk in volgorde doen. Oh, wat gemeen. Deze is de laatste. Ja? Deze is de eerste. Dat is gewoon de tweede. Dat is gewoon de derde. Dus dan moet ik... Oké, komt-ie. Zo. Oké, doe het nog een keer. Doe maar, ik ga wel rennen. Oké, komt-ie. Ja. Go. En spring. Oh, dat ging in één keer goed. Wow. Oh, het ging echt net aan goed. Wat is dit? Nee. Dat is mijn eerste. Oh mijn god, dat is jouw eerste. Dit is? De laatste. De laatste. Dit is? De ene laatste. En dit is? De tweede. Oké, dus dit is de goede volgorde als het goed is.
Klopt dat? Ja. Oké, komt-ie. 3, 2, 1, go. Ik deed het kit om. Nee! Sorry! Oké, okay, nog een keer. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Oh. Ja, goed zo. We zijn er weer. Oké, dit is gewoon een simpel parcours. Oh mijn god. Ik ook. Zeg niet dat we aan het begin spannen. Dan word ik verdrietig. Nee. Nee. A few moments later. Zijn we hier aangekomen, Robin? En niet we moeten vallen. Voorzichtig zijn. We moeten heel voorzichtig die sprong maken. Dingen... Oh mijn god, je hebt hem, hè? Nee! Ik wil niet weer het hele gedeelte opnieuw ook in deze sprong moeten halen. Ja! Oh, tweede kans. Waarom is dit zo'n moeilijke sprong? Hoe heb jij die gehaald? Misschien kan ik nu wel gewoon... Nee. Oh. Ja! Oh, thank god. Oké, button. 3, 2, 1. Ja, we hebben de volgende checkpoint gehad. Oh, wat weet ik dat het parcours gedeelte voorbij is. Oh, mooie deze. Oké, okay. Dit is nu de gele. Ja. Ik doe deze kant. Hoppakee. Los de puzzel op. Draai de vormen. Draai de vormen die onder het plaatsveld liggen niet, anders zal het systeem niet werken. Oké, dus yellow concrete powder. Ik heb de yellow concrete powder. Moet ik die dan los de puzzel op? Draai de vormen die onder het plaatsveld liggen niet. Wat voor spullen heb jij gekregen? Ik heb white concrete powder. Ja. Orange. Ja. En een schep. Ik heb yellow, dus moeten we dan los de... Oh, dit moeten we in dit middelste kubusje moeten we dit doen. Is het Tetris? Dit is een soort van Tetris idee. Ik snap hem nu al. Als ik nou dit hier doe... Oh! Zo, en dan die hier, dan kan jij die laatste erin doen. Zie je? Ook een laatste. Oh nee, dit werkt niet. Wacht, dit werkt niet. We moeten die vormen die hier liggen onder, moeten we laten passen in dit vierkantje hier. Maar we mogen de vormen eronder niet draaien. Snap je? Dus ze moeten precies zijn zoals ze staan. Nou, dan is het toch makkelijk, joh. Nou, begin jij eens met wit of oranje dan? Oh, dit is best makkelijk, inderdaad. En dan zo en zo. Ja! Hey, we hebben gehaald! Wat leuk! Oh, deze. Los de raadsels op. Vernoem het papier naar het antwoord in het volgende formaat. Een boom zonder hoofdletters met een ervoor. Succes! Geen idee, achter deze muur staat het antwoord. Nee, dat gaan we niet doen. Ik leef onder de grond. Ik vind de route door gebruik van mijn neus en mond. Ik kan helaas niets waarnemen in mijn bestaan. Maar wormpjes kan ik wel aan. Wat ben ik? Een mol. Een mol! Een mol. Hebben we papier? Ja, één okay. Mol. Een mol. Heb je dat? En dan drop dat eens hier. Kijk, hier moet je dat droppen, denk ik. Ja, correct. Oké, dan doe ik deze. Haha, wat leuk. Ik heb blaadjes, maar ben geen plant. Ik geef info zonder een menselijke kant. Ik heb een thuis die ik kan veranderen om de tijd. Ik kan degene zijn die tot een antwoord leidt. Ik heb blaadjes, maar ben geen plant. Ik geef info zonder een menselijke kant. Ik heb een huis die kan veranderen om de tijd. Wat doe je? Waarom ga je daar staan? Ik durf niet meer. Een huis die kan veranderen om de tijd. Snap ik jij? Ben geen blaadjes, maar ben geen plant. Ik heb blaadjes, maar ben geen plant. Misschien een boom dan. Maar geef ik geef info zonder een menselijke kant. En heb een huis die kan veranderen om de tijd. Een boek. Ik heb blaadjes, maar ben geen plant. Ik geef info zonder een menselijke kant. Ik heb een thuis die kan veranderen om de tijd. Een boek. Een sowieso... waarom kan ik niet typen? Ik kan niet typen! Oh, ik moet hem wel indoen. Een boek. 100% een boek. Ja! Ja! Hoppakee! Het was een boek. Nice. Oh, klik jij maar op de button. Wat is het volgende wat we moeten doen? Mag geen succes. Succes. Plaats de blokken op de... Oké. Ik denk dat we het in een goede volgorde moeten doen. Misschien de regenboogvolgorde. En ik ben gelukkig een regenboog zelf. Dus dat weet ik. Kijk, je doet eerst die... Dan die, dan die, dan die, dan die, die, die. Nee. Niet, hè? Wat is het dan? Dit ga ik even klaren. Oké. Komt-ie, hè? Rood, oranje, geel en dan groen. Groen en dan blauw, paars, roze. Ja, maar hoe moeten we dit weten? Wat moeten we doen? Dit is toch ook gewoon de uitleg van het puzzel? Wat? Dit boekje. Nee, dat... Of niet? Wat was dat? Dat boekje dat jij hebt. Wat de vuurmeesterpuzzel. Echt? Hebben we een boekje? Ja. Dat weet ik veel. Wat staat er in het boekje? Oké, komt-ie. Groen is brons geworden. Oké. Nederland staat 3 meer naar rechts van brons. Oké, wacht. Nederland, dat is oranje. Dus die staat 3 rechts van... Welk was brons geworden? Groen. Groen was brons. Oké, prima. En er staat 3 rechts daarvan staat oranje, duidelijk. Naar rechts vanuit de kleur van dandelions. Die dandelions zijn... Volgens mij roze, toch? Of niet? Dag magenta. Ja, dat bedoel ik. Magenta, sorry. Bevindt zich
De lucht. De lucht. Naar rechts vanuit de kleur van Dandelions bevindt zich de lucht. Ja. Rechts van Nederland is de kleur van UV-licht. Dat is purple, toch? Of is dat magenta? Ja, ja, nee, purple. Ja, prima. Op de vierde plaats staat de grootste Barbapapa. Die is welke kleur ook alweer? Volgens mij rood. Echt? Dacht ik wel. Oké, okay, en dan? Dandelions hebben de gouden medaille te pakken. Oftewel, die zit links ervan, zou je zeggen. Ja. Daar klopt er iets niet. Hoezo? Mag ik nog één keer het boekje voor jou? Ja, dat mag. Oké, okay, in ieder geval, de vierde plaats is de grootste Barbapapa. Ben ik achtergekomen, die is roze. Dus daar pakken we magenta voor. Die hebben we 100% vast. En aangezien Nederland staat drie blokken naast groen. Dat zou betekenen dat groen alleen hier kan. Want als je hier groen zou doen, drie blokken daarnaast staat hier. En hier kan groen niet. Dus dan moet hier groen, want dat is brons. En Nederland staat drie blokken meer naar rechts van brons. 1, 2, 3 staat hier Nederland. Naar rechts vanuit de kleur... die wacht ervoor. Naar rechts vanuit de kleur van Dandelions bevindt zich de lucht. Dus dat zou betekenen dat hier die moet en dan hier Dandelions. Rechts van Nederland is de kleur van UV-licht. Dat is paars en dat zou hier rood moeten. Ik ben ook gewoon echt een genie, jongens. Robin die is even, weet ik wat, naar beneden lopen. Want die snapte er niks van. Ik ben gewoon echt een enorm genie. Big brain. Vind je dit nou een leuke video? Vergeet dan zeker even niet te abonneren, jongens. Vergeet het niet te liken. Want we gingen voor 4000 likes. Kom op, nou even liken. En reageer even wat je tot nu toe van deze map vindt. Ik vind het zo een lijpe map alweer. Ja, daar zijn we weer. Ik heb hem gehaald, Robin. Wat goed van jou, Max. Ja, goed, hè. Ik heb echt mijn best gedaan. Het is me gelukt. Nice. Lekker bezig. Opgelost. Dus laten wij de portal nemen. Ik wacht op jou. Hoppakee. Dan hebben we deze ook weer gehaald. En dan hoeven we nog maar eentje. Dat is de groene kant. Wil jij links of rechts, Robin? Ik wil een keer links. Jij wil een keer links, dan neem ik rechts. Hoppakee. Waar komen we aan? Oh, oh nee. Oh, mijn god, pas op. Oké. Okay. Komt hij als deze geweest? Gaan we. Nu gaan we. Voorzichtig. Wachten. Rustig. Rustig, er gebeurt van alles. Wacht, wacht, wacht. Nu. Komt die let op. Nu. Au. Oké. Wat nu? Ik ben nog veel te jong om te sterven. Wat is dit? Hoe moeten we dit... Oh mijn god, hier is zeker weer onzichtbaar iets. Zeg me niet dat we hier weer onzichtbaar moeten lopen. Hoe willen we dit halen? Oh, dat zijn de platformen natuurlijk. Oké, nu ga ik. Au. Lekker voor je bent, Git. Oké, wacht even, wacht even. Wacht op mij. Ik ben veel te jong hiervoor. Oké, nu ga ik. Ik vind dit zo leuk in elkaar gezet. Dit is zo leuk in elkaar gezet in dat. Oh, dit was hem al. Wow. Oh, en nu? Gaan we nu een endbos? Oh. Waar zijn we? Oh, we zijn we in de vulkaan. We zijn in de vulkaan terechtgekomen. Oké, ik ben niet meer ziek. Oké, Robin, nu moeten we op zoek gaan naar de vuursteen. Oké. Ik denk sowieso dat we hier doorheen moeten. Oh, mossie koppelzo, dat kunnen we natuurlijk hakken. Hoe komen we er ook weer aan die pickaxe? Van de miner? Vintjes. Ja, van de miner. Van Frank de miner was het volgens mij. Of Mark. Mark de miner. Mark de miner. No. Hoppakee. Was je op voor het vuur? We zijn wel... Oh, ik wel, jij ook. Ja, ik was zeker op voor het vuur. Goed zo, Marcus. Marcus. Zijn we bijna boven? Ja, hier is het licht. Ik zie de zon. Oh, hier is de trap. Kijk, hier rechts. Moet je zien? Oh, kijk eens. Oh, nu zijn we hier. Hier konden we natuurlijk alleen door. Hebben we zoveel moeite gedaan om... Om een trappetje op te komen. Jemig, hé. Krijgen we hier ook nog een bolspet of kunnen we gewoon de vuursteen pakken en we zijn gone? Ik... Oeh. Oh, dit is wel weer een parcours. Oh, daar ligt hij. Daar ligt hij. Auw. 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 Oké, moeten we hem niet even pakken voordat we weer terug hierheen gaan? Want ik denk dat gaan we hier nou naar beneden moeten. Dan? Ja, we moeten die vuursteen niet vergeten. Als moeten we dat hele gedoe weer opnieuw doen. Ah, dit magische is een vuursteen. Die tekst is ook helemaal zo lijp. Oh, ik wou een heel ritueel van maken, maar daar is hij al. De magische vuursteen. Auw. 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 We hebben hem. We kunnen naar de tovenaar toe. We hebben hem. We hebben hem, Jory. De magische vuursteen. Ik moest hem op de oranje carpet leggen. Zijn we er klaar voor, Jory? We gaan terug naar huis, Robin. We gaan naar de Filipijnen. Onze vakantie gaat door. Eindelijk. Hoppakee. Mwahaha. Jullie zijn in mijn val. Het hele eiland gaat eraan. De benen nemen. Robin. De vulkaan gaat uitbarsten. Ik was degene die tijdens het kerst in 26 in een scheet liet. Hey. Het is Frit. Wat gebeurt er? Hallo, ik ben Frit. Hallo. Je bent zojuist ontwaakt uit de coma van 9 jaar. Wat gebeurde er allemaal? Dit was... Oh mijn god, wacht even. Wat werd er gezegd door Evelien? Ah, wat gebeurt er? De vulkaan gaat uitbarsten. Mark zegt, mijn grot stort in, help. Vaarwel, mijn familie. Ik was degene die tijdens het kerstdiner 46 jaar geleden die scheet niet. En toen zagen we Frit. Hallo, ik ben Frit. Je bent zojuist ontwaakt uit de coma van 9 jaar. Wow. Einde deel 1. Ja, geef ons alsjeblieft een deel 2. Ik smeek het jullie, jongens. Geef het deel 2. Dit was het einde van deze map. Maar als jullie en de kijkers het willen...
gaan we een deel 2 maken. Jongens, laat nu in de reacties weten. Willen jullie deel 2? Ik wel. Ik hoop dat jullie deze map leuk vonden. We hebben bij elkaar meer dan 120 uren aan gewerkt. Dus we hopen dat hij een beetje beviel. Dus waarschijnlijk 60 per persoon of zo. Absoluut dat ik dat snap. Er zit zoveel werk in deze map. Dat kan je zien met al die command blocks en alle weet ik wat voor meuk. Robin? Ik ben meer dan tevreden. Echt, ik serieus. Ik vond het echt leuk. Dit? Ik geef het ook gewoon weer een 10. De vorige map kreeg ook een 10. Deze krijgt ook weer een 10. Dit zijn zulke goede maps, jongens. Echt waar. Oh my god. Je ziet ook dat er progressie in zit, weet je. Hoe meer mensen dat opsturen. Want dat was bij de vorige natuurlijk ook. Die was ook nu zo. Nu zien het weer. Het is, ja. Dit was echt weer een goede map. Ga door. Echt, dank serieus. Dankjewel voor het opsturen van deze map. Voor nu, buurman en buurman, gaan we deze video afsluiten. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk de andere map van de kijker die wij ook een 10 hebben gegeven. Dit ging over een moord op een trein. Heel luguber en mysterieus, maar zeker waard om te kijken. En dan nu spreek je laatste glaasje water. Vier flesje bier. Tot de volgende!